kermisgangers geschrokken van horrorongeluk. Het Nederlandse bedrijf KMG, dat verantwoordelijk is voor de bouw van de rampattractie in Ohio, roept alle exploitanten op om de attracties gesloten te houden totdat duidelijk is wat er is gebeurd. De schokkende beelden van het dodelijke ongeluk in Amerika gaan de hele wereld over. Een hele rij met stoeltjes schiet los en verschillende mensen worden eruit geslingerd. Een 18-jarige man overleeft het niet en 7 mensen zijn gewond geraakt. En 5 daarvan zijn er slecht aan toe. In Nederland staat de attractie ook, onder andere op de kermis van Tilburg onder de naam Chaos. Volgens de Kermisbond is hij veilig, maar de exploitant houdt hem gesloten vanwege de oproep van kermisfabrikant KMG. Verslaggever Nico Vassotte peilt de stemming onder de bezoekers. Zou je er nou nog in durven? Nee. Ik ben sowieso heel bang al met attracties als er iets... Nee, dat is niet voor mij... De risico's die zijn er inderdaad altijd, maar de risico's zijn wel wat groter bij zo'n kermisattractie, denk ik. Omdat het dus inderdaad wat vaker uit elkaar wordt gehaald. Daardoor heb je dus wel weer meer kans op slijtage. En daardoor heb je dus ook weer kans dat het wat sneller fout kan gaan. Ik zal er gewoon nog steeds in gaan. Ja, ik bedoel, het is in Amerika, niet hier, dus dan, ja. Je gaat er vanuit die mensen hun werk goed doen. Ja, daarom. Dus dan ga ik er gewoon in. Als die attractie nou open zou zijn, zegt uw zoon, dan ga ik er gewoon in. Nee, dat doet je niet meer. 100% van niet. En dat vindt u ook niet goed, denk ik. Nee. Dat zou nooit meer gebeuren, denk ik. Dezelfde attractie staat ook in Drievliet en ook daar is hij dicht. Over de oorzaak van het ongeluk in Amerika is nog niks bekend.